En welkom bij Molukse Takkie. Mijn naam is Uriel. Mijn naam is Rio. En Molukse Takkie is de podcast. Dat gaat over de Molukse cultuur, tradities en het eten niet te vergeten. En vandaag hebben we een speciale gast in ons midden. Dat hebben wij zeker weer, Uriel. Een hartstikke mooie dame met Molukse roots. Ze is een topspeler als het gaat om sport. Ze is een organisator, ze is een presentatrice. Wat ben je eigenlijk nog wel niet meer? Welkom Gail Maulitte. <laughs> Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Leuk dat je er bent. Goed dat jij er bent. En we hebben altijd één vraag die we stellen. Namelijk, van wie ben jij? Ik ben van mijn lieve mama Itje Maulitte. Ik ben alleen met mijn moeder opgegroeid. Um, mijn opa is opa Boe Maulitte. Jacobus eigenlijk. Uh, mijn oma is Lea. Leasa, uh, Oma Kaka genoemd. En we komen van uh, het eiland Ambon en van Kampong Latualat. Woep woep, woep woep. Ja, Latualat hey, weer. hè? zijn we weer. Die mensen komen altijd oh, weer terug, joh. Het is druk op de tuin, dus ja. Ja, nee, dat snap ik. Hey, leuk dat je er bent en, en toch dat je er, uh, hier zit. Ja, zeker. Dat was wel een leuk moeilijkste takje om te kijken en te luisteren. Dus ja, Super leuk. Ja, We hebben zoveel aan jou te vragen eigenlijk, maar waar zullen we eens beginnen? Ja, heel veel vragen inderdaad. Ik uh, denk dat het wel leuk is bij het, bij het begin. Het begin. Het begin. Het begin. Het begin. Dat het vind begin. ik een mooie. Oh, begin. <laughs> dat, dat begin. Nou ja, je bent denk ik het eerst, uh, heb je bekendheid gekregen door het badminton. Ik denk dat ja. het daar een beetje uh, is gestart. Ja, ik ja, denk het ook. Um... Zou je ons kunnen meenemen en wanneer ben je daarmee begonnen? En hoe is dat gelopen, jouw carrière? Uh, nou ja, als klein meisje was ik al best wel druk bezig met van alles en nog wat. Dus ik deed aan uh, jazzballet, uh, zwemmen en country line dancing. <laughs> en um, ja, mijn moeder die werkte vroeger altijd wel fulltime. Dus ik was ook wel veel bij um, familie over de vloer. En een van mijn nichten die, uh, die speelde badminton. En omdat ik daar vaak over de vloer was, ging we wel eens badmintonnen buiten op de parkeerplaats. Um, samen met uh, mijn oom en hij gaf dus bij mijn moeder aan van ja ze heeft uh, wel talent uh, een slag ja een slag voor uh, badminton dus uh, ze moet op badminton en nou mijn moeder was echt zo van uh, ja uh, daar heb ik echt geen tijd voor ze doet al zoveel en geen geld voor dus uh, maar toen op mijn zevende verjaardag toen kwam mijn oom dus binnenlopen met een een racket en shuttles dus dat was eigenlijk soort van het begin van uh, mijn badminton uh, journey En wie is die oom? Wat is zijn naam? Oom Jerry Manusiwa. Shout out ja. naar jouw oom. Ja, hij is er helaas niet meer. Uh, maar ja, zo is het wel een beetje begonnen. Dus toen ben ik uh, naar dezelfde jeugdclub gegaan als uh, mijn nicht Karima. En toen uh, ben ik daar begonnen met uh, badminton. En uiteindelijk met zwemmen was ik gestopt na A, B en C uh, gehaald te hebben. Uh, jazz stopte op een gegeven moment ook die, uh, die school die, uh, ging failliet en toen had ik alleen nog uh, line dancing uh, maar op een gegeven moment met badminton begon ik ook competitie te spelen en zo en dat viel samen met het dansen dus toen moest ik wel een keuze maken van oké okay, wat ga je doen en toen koos ik voor badminton en ja sindsdien uh, altijd badminton uh, ge gespeeld en hoe ben je dan echt uh, <macht> dat zeg maar in de eredivisie van de badminton gaan doen ja, je, je begint natuurlijk bij de, bij de junioren. Uh, je gaat competitie spelen, en, uh, toernooitjes spelen en op een gegeven moment word je een soort van gescout. om dan uh, op een hoe noemen ze dat een talentendag te komen voorspelen. Oh ja, voorspelen heet dat. Um, dus ja, dan uh, word je opgemerkt en uh, ja in het begin eigenlijk. Toen ik werd afgewezen <laughs> in het begin, dus ik kwam niet meteen in de selectie, maar ik bleef doorgaan en. Uh, ja, uiteindelijk stapje voor stapje kom je dan steeds hoger. Ga je ook meer trainen natuurlijk. Uh, ga je niet alleen uh, in Nederland spelen, maar ook in het buitenland. En ja, word je gevraagd om uh, voor een bepaalde club te spelen. Dus in het begin was het voornamelijk in Nederland. Uh, maar op een gegeven moment, um, ja, toen zat ik op de middelbare school, toen werd ik ook wel gevraagd door het buitenland en zo. Maar mijn moeder die... Uh, ja, die had wel gezegd van, hé, ik wil eerst dat je diploma gaat halen voordat je uh, het buitenland uh, daar naartoe gaat. Dus uh, ja, ik deed heel erg mijn best om school zo snel mogelijk eigenlijk af te maken, zodat ik ook in het buitenland kon spelen en zo. Maar het is in Amersfoort ben ik begonnen met um, uh, eredivisie spelen. Ja. Het heet ook echt de eredivisie in badminton. Ja, in Nederland heet het, uh, heet ja, het de, de eredivisie. eredivisie. Ja. En is er dan ook een, een nationaal team waar je bij hebt gezeten? Ja, op een gegeven moment uh, was ik dus wel geselecteerd voor uh, nationale selectie. Dus daar heb ik ook veel uh, jaren in gezeten. Soms ook periodes gehad van erin en eruit. Um, ja, dat is wel, ja. Uh, even kijken hoe ik dat ga uitleggen. Ik was dan in de selectie, maar op een gegeven moment um, maakten zij ook bepaalde keuzes dat mensen erin bleven en eruit moesten. En bij mij was het het geval van: uh, we willen wel dat je blijft, maar als dubbelspeelster. En bij de jeugd speelde ik eigenlijk alle drie de onderdelen. Dus single, um, dubbel en mix. En Zij wilden dus dat ik alleen maar ging dubbelen. Terwijl ik eigenlijk een singelaar was. En dat ook wilde oppakken. Uh, single, ben je single? Singelaar? Singelaar? Je, je bent singelaar. <laughs> singelaar, ja. Single speelster. Single, dus houd, wat speel... houdt dat in dat je zonder team speelt? Of in je eentje? Nou, je hebt, drie, uh, je hebt dan uh, meerdere disciplines binnen het badminton. Dus je hebt uh, heren-single, dames-single. Dus ik ben een dames speelster, Dus ja. ik speel gewoon enkelspel. Uh, maar je hebt ook uh, mannen-dubbel, vrouwen-dubbel en gemengd-dubbel. Dus enkel is eenmalig of zo? Nee, een tegen één. Eén tegen één, oh ja. zo. Ja, ja. ja. <laughs> single inderdaad. Ja, um, dubbel is twee tegen twee. Ja. ja. Dus dames-dubbel... hoeveel zitten er daarin? Mix is ook twee personen, maar dan speel je dus heren, heren en dames. Een dame. ja. Oh, oké. Okay. Ja. Tegen een andere heren en dame. En ik kon eigenlijk bij die drie onderdelen... Overal wel uit de voeten. Maar ik, voor mezelf was ik echt een singlespeelster. Maar zij wilde dus dat ik ging dubbelen. Um, en dat wilde ik eigenlijk niet. Ik zei oké, okay, maar met wie ga ik dan spelen? Ja, de eerste paar jaar dan ben je sparring, dan heb je geen partner. Nou, toen dacht ik al van, nou, ja, dit gaat hem niet worden. Maar waar is dat op gebaseerd eigenlijk? Is dat op, op, op basis van uh, bepaalde kwaliteiten die je hebt of een pu puntensysteem? Uh? Nou, bij de jeugd heb ik ook wel uh, goede resultaten dus gehaald binnen het gemengd uh, dubbelspel en dubbelspel. Dus zij vonden meer dat ik daar um, op moest focussen, terwijl ik meer had met de single. Dus toen heb ik er bijvoorbeeld voor, uh, voor gekozen om daaruit uh, te stappen en om het zelf te doen. Uh, dus dat heb ik een tijdje gedaan, maar omdat ze toch wel zagen, oh well, yeah, ja, ze is wel een singelaar, dus later werd ik weer teruggevraagd om in de selectie te komen. En vervolgens toen was er weer uh, ja, bepaalde keuzes die ze gingen maken en ze wilden het dames singlespel eruit uithalen uit het programma van de selectie. Dus toen was het meer bij mij van oké okay, ga ik blijven als sparring bij de, bij de jeugd mee trainen of ga ik weer zelf iets zoeken. Hmm. Net zoals dat ik toen had gedaan om eruit te, te stappen. Um, en ik dacht ja toen was het voor mij afvragen van wat wil ik nog met mijn carrière? Wil ik nog doorgaan of niet? Want als ik door wil gaan dan is blijven en als sparring bij de jeugd dan is dat niet de beste optie voor mij. Nee toch ga je alleen maar of vooral inleveren. Dus toen kwam er een kans uit Denemarken om, om daar in een center te zitten en te trainen. En toen dacht ik, ja, als ik nog beter wil worden, dan misschien moet ik die kans wel pakken. Uh, maar ik zag er eigenlijk wel tegenop, want ik wilde niet echt in het buitenland wonen. Mm. Uh, maar toch dacht ik van oké, okay, maar als je beter wil worden, dan moet je het wel een kans geven. Dus to, dat heb ik toen gedaan. Um, en hoe is dat je bevallen? Toch naar het buitenland? Ja, ja dat was wel een hele, heel avontuur eigenlijk. Um, en waar in het buitenland? Denemarken. In, in Denemarken. Ja, okay. ja. dus niet super ver. Mensen zeiden over je, kan ook naar Azië en zo, maar dat zag ik al, al helemaal niet zitten. Ik wilde liever wel gewoon Europa blijven. Um, en qua badminton was het echt, uh, ja, vond ik het wel heel fijn om daar te zitten, want uh, ja, ik had daar veel meer sparring dan in Nederland. Dus qua niveau ging ik er wel op vooruit. Um, de trainingen waren goed. En uh, ja, je, bent, je, je leeft best wel geïsoleerd daar. Dus het is echt alleen badminton. Uh, terwijl je in Nederland misschien nog wel wat afleiding kan hebben en zo. Dus voor badminton was het supergoed. Wat voor afleiding dan? Mag je, mag je wel naar buiten of zo? Of, nee, ik zat, of was alleen, het... ik zat vast. Alleen nee. binnen, hè? Een soort gevangenis. Binnen nee, met een shuttle. Ja, inderdaad, ja. ja. Nee, ja, in Nederland heb je natuurlijk gewoon je familie... Uh, ja. uh, je vrienden um, ja, dingen waar je, uh, evenementen waar je misschien naartoe gaat en in het buitenland heb je dat natuurlijk een, een stuk minder uh, dus eigenlijk mijn sociale leven was al klein, maar toen ik in Denemarken woonde werd het nog kleiner dus dat was wel een dingetje, zo van ja, oké, okay, voor badminton is dit wel echt de plek voor mij nu uh, maar op andere vlakken was het wel uh, pittig. Hoe lang ja. heb je dat gedaan? Uh, toch wel drie jaar Oh, in het buitenland. dat is best wel een tijd. Ja, ja zeker. Ik heb er ook absoluut geen spijt van dat ik uh, daar uh, naartoe ben gegaan. Gewoon veel uh, van geleerd. En um, ja, ja je, je moet jezelf toch zien te redden daar. Dus ja, was wel een goede ervaring voor mij. Ja, wat heeft het je geleerd naast uh, beter badminton spelen? Um, ja, inderdaad dat voor jezelf uh, zorgen. Um, hè, je hebt je familie daar eigenlijk niet echt uh, dichtbij. Je. En um, connecties maken met andere mensen. Hè? Ook andere mensen die ook uit het buitenland kwamen. Uh, niet uit Nederland. Maar ja, overal vandaan eigenlijk. Dus daar probeer je mee te connecten. Um, ja, in een vreemd land uh, bewegen, wonen. En um, ja, omdat het toch wel geïsoleerd was en zo. Ga je ook weer een beetje in jezelf uh, keren. Als in ja, uh, voor mezelf was het dan heel veel schrijven. Heel veel. Um, uh, tijd doorbrengen in uh, bidden, in uh, het lezen van het woord en um, bepaalde podcasts bekijken, et cetera. En ja, omdat je dan zo geïsoleerd bent, kan je daar heel veel op focussen. Uh, terwijl je dat misschien dus in Nederland wat minder zou uh, hebben. Misschien. En wat heb je geschreven dan? Mm. <laughs> wat schrijf jij? Um, nou ja, ik, 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 ik journal. Maar ook uh, ideeën, wat ik allemaal in mijn hoofd heb, uh, die ik wil uitvoeren. Um, ja, dat ik, daar, uh, dat ik dat op papier zie te krijgen. Dus dat, ja, die tijd daar was het wel een uh, moment voor. En schrijf je ook wel eens liedjes? Nee. Nee? Nee, dat niet. Want ik heb jou gezien in jouw vlog, dat jij stiekem een beetje zingt en ukulele speelt. Welke vlog? <laughs> Welke vlog ging ik zingen? Ja, ik niet zeker. Oh hè? Uh, ja, ik vind het wel leuk om uh, ukulele te proberen te spelen. Ik kan het <laughs> nog niet super goed. Um, zingen vind ik ook wel leuk om te doen, inderdaad. Maar niet dat ik uh, een artiest of zo. Uh, nee, dat, uh, <laughs> dat denk ik niet. Nee, Nee, maar jij houdt Meer wel van, van de sportkant. muziek. Ja. Ik hou zeker van muziek. ja. En ik denk dat dat me ook uh, in uh, die tijd dat ik in Denemarken woonde een beetje er doorheen heeft gesleept, ook wel muziek. Um, ja, dat je daar toch wel je kracht of uh, het gevoel van thuis dichterbij brengen. Zeker moeilijkste liedjes luisteren en uh, da dansen bekijken op YouTube, et cetera. Dat, ja, dan voelde ik me toch wel, ook al was ik in het buitenland zonder familie en zo, toch wel weer een stukje, ja... Cultuur, Maluku bij me en een stukje thuis of zo. Dan ja. Heb je ook, zeg maar, als je daar bent, ook een soort streng dieet? Dus dat je niet aan de Mekkie kan, maar dat je gewoon gezond uh, moet uh, blijven eten. Nou, is dus niet dat mensen ons uh, echt uh, constant in de gaten houden of zo. Dat is echt iets wat je zelf moet doen. Dus er wordt wel McDonald's gegeten, af en toe? Natuurlijk. <laughs> af en toe, af en toe. Af en toe, af ja, en toe. Af en toe mag wel. Um, ja, ja, nee, dat, uh, ik, ik let sowieso wel goed op mijn eten. Dus uh, nee, sowieso niet zoveel snoepen of ko koekjes, et cetera. En niet zoveel fastfood. Uh, Alleen als mensen het niet zien. <laughs> nee, grapje. Nee hoor, ja we gingen soms ook wel eens gewoon met een groepje. We gingen we ergens eten. Dat is niet altijd uh, even gezond of zo. Maar af, de af en toe dan... <laughs> en is er is iets leuks aan Denemarken. Zeg je van, nou, als je dan toch daar bent, dan moet je dit zien of dat eten. Of, oh, dat was heel grappig. Dat heb ik daar geleerd. Uh, Kopenhagen vind ik wel heel erg leuk Om, uh... Leuke stad. Ja, zeker. Lijkt misschien een beetje op Amsterdam. Um, dus daar, daar is gewoon heel veel te zien. Leuke huisjes en uh, even kijken qua eten. Uh, mm. <lacht> 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 nee, Goeie dus eten. Ik eten. een van thuis. <laughs> ja, mijn moeder, heeft wel echt dozen volgestuurd ja. met allemaal boemhoes en zo. En ja, ze hebben daar niet echt veel. Indonesische restaurants of tokos nee. of zo, daar was er misschien eentje, maar um, nee, dat, dat hebben ze daar niet veel. En hun eten bestaat ook veel uit aardappels en vlees, weinig groenten, veel saus. Zo als smaakmaker, dus oh, echt ja. kruiden en zo. Dat, nee. dat was er niet. Nee, aan dus in het begin was het ook zo dat we eten konden halen bij het restaurant en zo. Dus zij gingen elke keer koken. Ja, is beginnetje er klaar mee. Kijk, ik, ik ben dan op zich niet zo moeilijk qua eten. Uh, dus ik eet het wel gewoon, maar soms dacht ik wel van, hmm, oké, okay. <laughs> <laughs> dat is niet echt wat ik zelf zou uh, kiezen of maken of zo. En wat miste je dan het meest qua eten? Smaak, smaak, smaak. smaak, dat is heel lekker. <laughs> ja, gewoon kruiden, gewoon ja. en, en wat meer groenten en zo. Het was echt uh, soms uh, zijn we van die gerechten, dat is aardappels met vlees en dan uh, dat, volgens mij heet dat persille saus of zo, volgens mij met peterselie of zo. Mm -hmm. um, en dat was dan de groente. Oh, dat was de groente? Ja, en dan zat er misschien okay. een paar stukjes rode biet bij. Dat was het, weet je. Dus ja, het was gewoon even schakelen. Maar ja, ja gelukkig eet ik... Uh, ja, ben ik geen moeilijke eter, dus. Maar het is ook mooi, hè, dat het, uh, op het moment dat je gaat uh, eten... en dan praat je met elkaar. Ja, je bevindt je met uh, internationaal gezelschap. Ja. En dan vragen ze ook natuurlijk van... Hé, hey, uh, waar kom je vandaan? Ja, zeker. En, en ja, wat vertel je dan eigenlijk ja. uh, aan iemand? Nou, ik heb sowieso uh, mensen papilla laten eten. Dat heb ik wel gewoon gemaakt. En, Vrijwillig ook. Ja. Nee, <laughs> hey, de mensen waren daar best wel uh, ja, geïnteresseerd in. Uh, oh ja, maar waar kom je dan eigenlijk vandaan? En uh, uh, ja, dan vertel je ze wel uh, meer over je achtergrond. En de dingen die ik at, uh, dat deelde ik dan. En dat vonden ze, meestal vonden ze dat gewoon lekker. Ja, papilla vonden ze wel apart. Dat wel, structuur en zo. Um, maar ze vonden het zeker leuk om uh, meer over te weten te komen, ja. En zeiden ze van van, kom jij uit Nederland? Mm, ja, ja, soms wel, ja. ja. En, en hoe, hoe, hoe legde je dat dan uit? Ja, dan vertel je wel hoe het zit. Soms so. voel je dan wel een beetje bezwaard. Want ik denk van, ja, ik kan moeilijk alleen maar een klein stukje vertellen. Want dan, en ze snappen het, het hele verhaal dan niet helemaal. Mm -hmm. En het klopt dan niet ja. volledig. Dus dan kijk ik altijd wel even: van... Oh ja, hebben we wel de tijd om dit gesprek aan te gaan? Of iets wat anders Het dan gesprek. Dan, ja, ja, het gesprek, de talk. Ja. <laughs> um, en ja, zeker gewoon tijdens toernooien ook. Dan vroegen mensen dat wel eens: Oh ja, je komt toch uit Indonesië? Uh, <laughs> weet je, dan krijg je de, oh ja. Dus dat, ja, dan moet je daar wel een beetje, ja. Dan zeg je zo van: Ga je zitten. Hier staat ja. al Ga je mijn verhaal vertellen? Ja, ja. en soms was het wel. Een beetje apart ook als ik op toernooi, want ja, je praat ook gewoon met de, de spelers uit Indonesië. Mm. En dan zeggen zij, ja, ja ze zij komt ook uit Indonesië. En dan zit ik wel um, ja, ja, dat zit er misschien een beetje anders, maar uh, ja, dat moet je dan een beetje aanvoelen zo. Want als ik mm. dan zeg van, ja, ik ben leuks. Ja, je bent Indonesisch. Ah, ja, uh... ja, het is heel complex om, om, om dat om molukse nederlandse verhaal te ja. uit te leggen. Ja. Ja, Super gelaagd. Ja. Ja. Ook met de aankomst. En ik denk dat ze daar misschien uh, ook een andere versie horen van uh, hoe wij hier zijn aangekomen. Wellicht. Dus ja, ik ja. snap dat wel. Maar ik denk serieus dat heel veel mensen nu, of althans in de badminton zien wel weten van waar Maluku is en hoe dat een beetje zit. Puur en alleen omdat ik het dus heel <laughs> Door jou, door jou. Dus dat zou, uh, ja, was wel grappig zijn. Ja, je bent niet uit het beeld te slaan, maar niet ook uh, van de televisiebuis uh, af ja, te juist, slaan. is mooi bruggetje. <laughs> <laughs> want we Ik... hebben jou gezien, maar liefst vier keer achter elkaar ja, op dat donderdagavond. Ja, ja, klopt. Het is een mooi verhaal, want jij hebt me ondanks verteld dat je zelf eigenlijk met dat format naar de EO bent gestapt. Ja, dus we um, hebben het over geboeid. Terug naar Indonesië. Terug naar Indonesië, ja, klopt. Ik, uh, nou ja, ik woonde toen in Denemarken. En bij mij was wel de vraag van, oké, okay, uh, ook omdat andere mensen het aan mij vroegen, van uh, wanneer kom je naar huis? <laughs> Familie en vrienden en zo. Ja, ja, wanneer kom ik naar huis? Weet ik niet. Dus daar kon ik eigenlijk nog niet een goed antwoord op geven. Dus die tijd dat ik daar was, heb ik dus ook gevraagd uh, in gebed van Heer. Ik weet niet wat ik moet doen. Hoe lang moet ik hier nog blijven zitten? En wat ga ik doen als ik terug naar huis ga? Um, want ik wist wel van: oké, okay, als ik terug naar huis ga, dan betekent dat eigenlijk wel dat ik een einde ga maken aan mijn carrière. Uh -huh. uh, maar wat moet ik überhaupt naast Benton doen? Wat kan ik allemaal? En uh, ik weet het niet. Laat het me alsjeblieft zien. Um, dus ja, toen begon ik dingen, ja, toch die visie te krijgen van: oké, okay, je, um, je wil iets voor de gemeenschap betekenen. En. Uh, ...nou ja, dus een, een docu, een documentaire erover uh, te maken... ...van ga je terug naar je roots en de geschiedenis um, uh, induiken. Dus in die tijd ben ik daar gaan schrijven. Van wat zie ik voor me, wat wil ik laten zien. En um, toen, uh, even kijken, ja, heb ik ook gevraagd... ...laat me dan ook met de juiste mensen in contact komen. Nou, dat was gebeurd en toen ben ik dus bij uh, de AO binnengerold. En heb ik daar een pitch mogen geven... Um, eigenlijk was mijn pitch meer gefocust op Maluku. Mm -hmm. Dus een soort van een geboeid Maluku, omdat er zoveel dingen zijn die je daarover kan vertellen. Uh, maar zij zijn daar dus uh, ja, uh, mee aan de slag gegaan en ja, zij moeten natuurlijk ook weer toestemming krijgen van hogere uh, bazen. En sommige mensen die vonden het een goed idee om het meer over Maluku te doen. En de andere mensen die wilden het dus breder trekken. En dat is het dus uiteindelijk geworden. Uh, en dat hebben ze gekoppeld aan geboeid, want uh, de presentator Dwight van Van de Vijver, die had dus, ik denk drie of vier jaar geleden, geboeid uh, terug naar de plantage gemaakt. Dus naar Suriname. Zo hebben ze zo dat format, laat we zeggen, um, ja, doorgetrokken, maar dan naar Indonesië. Uh, dus vandaar dat er twee andere deelnemers nog uh, bij zijn gekomen. Ja, en hoe was dat? Want je hebt uiteindelijk is dat programma opgenomen. Hoe was dat? Het is denk ik een hele nieuwe ervaring in de TV-wereld. Ja. Zeker. Ja, dat was wel even wennen, ja. Want ja, ik, tuurlijk, ik ben het wel een beetje gewend om hè, met de camera te werken in mijn vlogs of voor mijn YouTube kanaal en zo. Maar dat is heel anders, omdat ik dan zelf een beetje de controle heb. Hè. Ik hou mezelf mijn telefoon vast. Um, wat ik zeg, ja, ik, ik kan met editen, kan ik uh, ook uh, daar een beetje de hand in hebben. Uh, maar toen met de EO, ja, dat was natuurlijk heel anders, want dan werk je opeens met een regisseur. regisseur ja. ja. Een, een, cameraman, en een cameraman, geluidsman en twee cameramannen of één daarvan was vrouw dan. Um, cameramensen. Cameramensen <laughs> productie, en ja. productie. En een ja. En geluidsman. Uh, uh, dus dat was opeens wel heel uh, ja, heel veel. Heel veel. <laughs> ja. ja. En ja, wel bijzonder, want je wordt dan van meerdere angles vastgelegd en uh, die camera of die uh, die microfoon zit dicht op je en ja, dan moet je zo maar van gaan praten. Geen oogcontact maken met die microfoon. Ja. Het ziet er zo raar uit. Ja, hij hangt echt boven je hoofd zo. Ja, dus dat was wel heel erg wennen. Um, hoe vind je dat ze jouw verhaal hebben verteld? Ik vond dat heel erg spannend. Mm -hmm. Ja, vooral ook in het begin toen ik bezig was met schrijven. Dacht van, uh, moet ik dit nou allemaal gaan vertellen over mezelf? Over, niet alleen over mezelf, maar het gaat ook over mijn familie natuurlijk. Ja. Van, is dat wel oké? Okay? Kan ik dit wel doen en zo? Um, dus ja, dat vond ik wel heel erg spannend. En toen ik ook echt met de, de camera's ja, aan het werk ging en zo, voelde ik me wel heel erg kwetsbaar. Dat wel, zo. ja. Ja. ja, het is echt uh, een je, je stukje van je ziel zien, eigenlijk. Ja, ja. Uh, dus dat uh, vond ik wel heel. Uh... En dan ook nog zo beladen, terug en... naar Maluku. Zo, ja. Ja. Ze weet gewoon, ik ga huilen. En dan komt het op <laughs> Zie Je het TV. zo op beeld zo. <laughs> en dan denk ik alleen maar als filmmaker van hoe vaak heeft ze moeten huilen. Dit <laughs> so. kan maar één keer. Zo, <laughs> <laughs> so, ja, maar. Nog een keer, Gil, meer emotie. <laughs> knijpen, knijpen. Kijk, ja. meer tranen. <laughs> meer tranen. Ik wil het voelen, ik wil het voelen. En actie. <laughs> ja, um... Ja, ik heb die hele reis, uh, dat was al heel emotioneel, allemaal. Ja. Uh, ja. Voor die tijd, voordat we op reis gingen. Dus alle voorbereidingen en zo, dat was al emo. De shoot uh, thuis en zo, uh, tijdens mijn event zelfs. Um, ja, om, omdat je dan toch gaat vertellen. Uh, en, en die regisseur die gaat natuurlijk vragen stellen aan jou. En ik kan me herinneren, uh, voordat we die shoot hadden uh, thuis had ik eerst een interview gehad met Younus. Ik denk een week of twee weken daarvoor of zo. En dan gingen we ook praten over je gevoel... en hè, misschien wel over trauma, et cetera. En toen voelde ik me heel erg... Ja, gewoon relaxed om te praten. En omdat ik weet dat wat ik zeg... ik weet dat Younus dat begrijpt. Hmm. Ik weet dat hij weet waar ik het over heb. En toen bij ons thuis... Ja, met een Nederlandse regisseur... die gaat mij dan even vragen van... ja, maar hoe voel je je daarbij... Wat doet dit met jou? Ja, dan moet je dat <laughs> dan uitleggen. Dan moet je dat ja. maar even gaan uitleggen. aan iemand die ja, een leek is eigenlijk... dan moet jij maar even je gevoel gaan uiten. Dus dat, ja, dat was best wel lastig soms om ook de woorden te vinden en zo. En dan ja, krijg je toch wel een beetje een brok in je keel. Want die emotie komt dan wel gewoon naar boven. En dan moet je het nog onder woorden brengen. En is het vooral doordat die Nederlandse regisseur misschien ook, uh, ja als filmmaker weet ik dat, je probeert dat te prikken, natuurlijk. Mm. Te kijken naar van wat is die kern? Ja. En doordat hij mm. um, misschien die cultuur niet zo super goed begrijpt of er niet onderdeel van is, laten we dat dan zeggen, van die mogelijkse gemeenschap en cultuur, dat hij daardoor uit onwetendheid blijft prikken, totdat jij gewoon ja totdat het gewoon wat bij jou losmaakt en oproept, lijkt mij. Mm. Ja, hij is natuurlijk wel op zoek naar bepaalde uh, ja, antwoorden misschien. Dus dan gaat hij wel doorvragen. Ja. En dan, ja, ja, dat kan soms wel, uh, ja, wel heftig zijn. Ja. Is het vanwege misschien de manier hoe hij die vragen stelt? Of de manier, uh, of het feit dat hij niet onderdeel is van die gemeenschap? Ik denk dat meer. Want hij stelde de vraag gewoon, ja, ook uit nieuwsgierigheid natuurlijk. Dus ja, dat is alleen maar goed dat hij dat doet. Um, ja, maar ik voelde me toen wel zo, oh jee, ja, hoe ga ik jou dit nou vertellen? <laughs> <laughs> hoe ga ik jou dit nou vertellen? Ja, ja, het is toch wel een dingetje, ja. I guess. Um, Heb je dan ook het gevoel dat je voor jezelf op moet komen of voor, en voor de moeilijkers in Nederland? Dat je jezelf een beetje moet verdedigen in dat verhaal? Um, want het doet pijn, want dit is niet erkend. Of... Ja, ja, misschien wel een beetje, ja. ja. En zeker ook gewoon het besef van, oké, okay, ik vertel mijn verhaal. Dit is mijn journey, dit is mijn verhaal. Maar tegelijkertijd weet ik ook wel van, ja, het gaat wel over onze gemeenschap. Dus ik weet dat er heel veel, ja, er zit toch wel veel achter. Het is, het is niet alleen een verhaal over mij. Mm -hmm. Dus dat vond ik ook wel spannend. spannend. Ja, ja, heel spannend. Het ja. kan best wel een verantwoordelijkheid voelen, mm -mm. kan ik me voorstellen. Ja. Ja. ja Hadden jouw wel. twee mede reizigers, Want we hadden ook twee Indische mensen in het programma, Emmy en August. Mm. Hadden die daar ook uh, zo'nzelfde gevoelens bij zoals jij? Ik denk dat ze het ook heel erg uh, kwetsbaar, zichzelf kwetsbaar voelden en opstelden. Um, maar bedoel je dat ze die gemeenschap achter hun? Of ja, of dat zij ook uh, het gevoel hadden van: oh, er zit een witte Nederlandse man tegenover me? Oh, zo. Dat durf ik niet te zeggen. Hmm. Dat weet ik niet. Nee. Uh, maar wat ik dus wel mooi vond, wat je kon zien. Mm, want we hebben natuurlijk drie verschillende verhaallijnen, eigenlijk. Ja. En toen in de eerste aflevering werden we dan een beetje geïntroduceerd. Van wie ben je en wat doe je allemaal? En dat komt wel binnen met jou hoor. De eerste aflevering. Ja. ja, ik vind van wel. Mm, maar toen het werd, ga door, inderdaad, iedereen werd voorgesteld. Oh ja, is dat bij uh, Emmy en August uh, heel erg op uh, hun familielijn een verhaal zat. Ja. Uh, he, je komt bij hun thuis, et cetera. Uh, bij, bij mij kwam je ook thuis, alleen het eerste beeld wat je zag was de gemeenschap. Mm -hmm. Dus dat, ik vond het wel mooi dat dat zo in beeld werd gebracht. Uh, ja, dat je ziet van, oh ja, het is wel echt een hechte gemeenschap. En natuurlijk, uh, de andere twee die, die representen hun gemeenschap ook. Alleen visueel was dat anders. Met het sporten uh, inderdaad. inderdaad. Dat je ja, eerst dat zie, dat sportevenement. En dat we mm -hmm. dan vervolgens overgaan ja. bij Keel thuis. Mm -hmm. Ja. Ja, en het is natuurlijk ook dat wij gewoon nog dichterbij staan waar we vandaan komen. Ja. Zoals jij in de laatste aflevering thuis kwam. Dat ja. hadden zij natuurlijk niet. Zij werden niet door hun een anders, tante ja. opgewacht. Of, uh... Klopt. Ja, bij hun zag je wel echt van oh ja, het is leeg. Of, het ja. is, of misschien waren er wel mensen, maar zij hebben daar dan die connectie niet mee. Ja. Het is meer een gebouw of een huis of wat dan ook. Mm -hmm. En inderdaad, toen we naar de naar Lato gingen, was het wel echt van het leeft echt daar. En die connectie is gewoon heel sterk nog. Ja, jij kan dan gewoon zeggen van dit is mijn tante en dit is mijn ja. oom. Gewoon, ja. ja. Zijn levende mensen die daar dan voor je staan, die ja. jij omarmt mm -mm. en die familieband, die ja, dat is toch niet altijd overigens, maar wel vaak anders met mensen met een Indische achtergrond. Hoor. Ja, ja, klopt. Toen in even kijken, aflevering drie gingen we naar Menten Pulo, dus de ereveld, ja. uh, waren we uitgenodigd uh, om daar uh, erbij te zijn. Nou, was best wel een, een formele uh, aangelegenheid. Uh, toen dachten we al van, oké, okay, maar wat gaan we dan aandoen? Want we moeten netjes uitzien, dit en dat. Toen zei ik al van, ja, klederdracht misschien. Dat is wel, hè? Dat is wel mooi om uh, ja, toch al te representen ook. Dus ik vroeg ook over Emmy, dat uh, ga, ga jij dan ook in uh, klederdracht? Maar voor haar voelde dat echt zo van, oh, ja, nee, dat voelt voor haar niet zo, uh, um, zeg je dat? Comfortabel misschien omdat ze die connectie daar minder mee heeft. Mm. En ook al draag ik klededracht ook bijna niet, maar ik heb daar toch wel een. Ja, nee, doe je dat niet iedere weekend? Nee. <lacht> nee <lacht> Even bij heb... het stappen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, ik heb het gewoon een paar keer wel uh, gedragen. Mm. Um, maar niet dat ik uh, zeg van, of dat je in een dansgroep zit. Hè? Dat ja. je gewend bent om te dragen. Dus ik was het ook niet echt gewend. Maar ik dacht wel van, ja, dit, is, dit zijn wij. Dus laat ik dat gewoon aandoen. Dus, ik vond het uh, heel mooi dat jij dat droeg. En dat je ook dan in de bus zat van, oké, okay, mijn kon je even... Het moet ja. ongeveer zo, als op een plaatje Ja, precies. Vond ik ja. heel leuk. Ja. Ja. ja, en dan probeerde ik inderdaad uh, met de vlogs een beetje behind the scenes uh, uh, beelden te laten zien zodat mensen niet alleen de docu dan zien maar ook een beetje wat er uh, achter de schermen allemaal uh, hoe dat er aan toe ging en zo en ja was een leuke toevoeging want het is natuurlijk best een beladen onderwerp ze dus had veel emotie in de docu ja. en je vlogs maakte het juist wat lichter Toen dacht ik oh maar jullie waren ook ontzettend aan het lachen veel beter zeker. Oh, zeker. veel beter ja. ook wat luchtiger man yeah. ik, ik zei nog tegen gil althans ik zei ik typte naar gil uh, in de dm van uh, ja ik vind het fantastisch dat je naast de documentaire ook persoonlijke uh, uh, beelden deelt en toont want ik weet gewoon dat in televisieland uh, ja je wordt gefilmd met een documentaire en hun gaan op de montagetafel toch zeg maar snijden uh, hoe ze het willen hebben, het verhaal. Ja. En op het moment dat jij dat gewoon daarnaast ook had geüpload, toen dacht ik van ja, echt uh, fantastisch heel dat je dat doet. Dat je ook zeg maar laat zien, het is niet alleen maar een traan, maar het is ook inderdaad een lach, dat er ook gewoon leuke ja, dingen dat gebeuren. Dat gingen snorkelen bijvoorbeeld, gewoon even van die luchtzegen. Ja, man. Ja, ja, ja. ja, het was niet alleen maar heftig-heftig. Precies. Ja, ook gewoon ja, genieten van de plekken waar we allemaal geweest waren, gezellig eten en... Ja, gewoon, uh, ik was wel heel blij met de groep uh, die we hadden. En je gaat toch wel samen iets, uh, iets bijzonders aan. En als het dan ook gewoon klikt met iedereen, dan ja, is dat wel een hele mooie, was een mooie journey. Ja. Dus ik ben ook wel echt blij dat ik dat heb vastgelegd en zo en, ja, gewoon leuk dat ik het mag delen met anderen. Ja, hey, en dan was het best wel een grappig feitje. Hè? Want je zegt, hey, ik ben Mulux En wij komen van laat tohaalat. En toen in, de, in jouw aflevering nummer 4 was het. Ja, maar jouw voorouders komen waarschijnlijk uit de solo. Mm. Ja. ja, dat zijn wel uh, dat verhaal, ja, dat kennen we hier wel in Nederland. Maar we hebben ja, tot nu toe nog steeds niet echt precies kunnen uitzoeken en uitvinden oh, van hoe dat nou precies zit. Want ik heb ook andere mensen gehoord die dan zeggen van ja, dat klopt. Maar daarvoor kom je weer terug en kom je uit op banda. Dus dan hè, weer <laughs> nog verder. En dus ja, dat blijft wel een beetje nog een zoektocht. Want we zijn hè, in de serie, zie je dat we een beetje vastlopen. En eh, dat we daar niet eh, superveel over gevonden hadden. Uh, dus dat was wel jammer voor mij. Um, maar ja, het is, het is een begin. Dus misschien dat er een vervolg aankomt of zo. Een ja, spannend solo, trouwens, voor de kijker-luisteraar, ligt op Java. Dus het is niet een Moluxe stad, eiland, plek. Mm -hmm. uh, ik ga er toevallig heen volgende maand. Dus uh, van, uh, ja, voor de eerste keer een solo ik ben ik al als op Java geweest. Dus uh, als ik ergens een bordje Mauw letten en denk: ik, Christine Maak ik dan, uh, Ja, die foto's. <laughs> gelijk delen, gelijk dan delen. Ik weer gelijk delen, delen. delen ja. 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 ja, zeker. Ja, leuk, grappig. Leuke feitjes. Wat ik ook zo'n mooi moment vond, was uh, dat jullie bij uh, het beeld stonden van Martha Christina. Mm -hmm. En uh, nou ja, hoe je er toen over vertelde, eigenlijk. Over de trots van de molukker en uh, dat je zou willen dat we minder Malu. Waren. Kan je daar ja. iets meer over vertellen? Um, ja, hoe ik het ervaar is dat toch wel ja, veel bescheidenheid uh, in onze gemeenschap is. En dat, dat, dat siert je, absoluut. En uh, ik denk ook uh, dat we dat moeten blijven houden. Maar niet uh, te veel dat je jezelf daarmee een beetje tegenhoudt. Uh, houdt ook ja, misschien. Ja, ja, we mogen echt wel uh, bewust zijn van wat we in huis hebben. Zonder daar. Hè, natuurlijk, uh, arrogant of wat dan ook over te doen. Um, maar dat mensen ja, die bewustwording krijgen van, hé, ik heb uh, talent voor dit of dit. Oké, okay, let's go. Wat ga ik doen? Uh, hoe kan ik een verschil maken? Niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere mensen. Mm -hmm. um, ja, dus te, daar probeerde ik wel. En kan je die vergelijking nog eens maken met Marta-Christina? Want je zei van, ja, zij is echt ja. opgestaan. Ja, zij, zij is opgestaan. Ze, ze ja, heeft gevochten voor... Ja, haar vrijheid voor um, de vrijheid van ons volk. Ja, precies. En dat zij gewoon durft te doen, ook al, want ik kan me voorstellen dat het best wel eng geweest moet zijn. Uh, maar toch, ondanks dat je misschien zenuw, uh, zenuwachtig bent of angst hebt, toch uh, de moed verzamelt om bepaalde stappen te maken. Want dat was voor mij net zo. Ik, bedoel, ik stap wel opeens uit een badmintonbubbel... bubbel wat ga ik nu dan doen? En ik had heel veel in mijn hoofd zitten, maar durf ik dat allemaal wel? Want badminton, dat is wat ik kan. <laughs> dat is het ene, nou niet het enige, maar dan moest ik wel bij mezelf even navragen van ja, maar oké, okay, als ik dit nu opgeef, wat moet ik dan? Dat, dus dat was nog wel een dingetje, ja. Ja. Kan ja, me heel goed voorstellen, want topsport ja. is echt een bubbel. Ja, zeker. Is heel erg met oogkleppen opleveren naar één doel toe. Ja, ja, precies. Dus um, dat was ook een heel proces van hè, ik moet sowieso accepteren eerst mm -hmm. dat ik niet per se meer de beste wil zijn, mijn dromen veranderen uh, en ja toch je je laat toch wel een bepaald leven achter dus daar moest ik ook gewoon om rouwen eigenlijk absoluut <laughs> ja yeah. uh, en ja de dingen die ik nu doe dat dat was voor mij ook heel spannend van wat moet ik nou weer bij de tv ik bedoel, ik heb een idee. Ik ga pitchen. Oké, okay, en nu kan ik dit eigenlijk wel, ben ik wel goed genoeg. Mm, en voor mij persoonlijk, ja, ik haal mijn kracht dan uit mijn geloof. Ik uh, um, ja, haal daar wel echt uh, mijn hou vast aan. Dus ook al ben ik onzeker, ook al ben ik bang. Mm -hmm. Ik weet wel dat Toehan. Huh, he got my back. Dus um, daar mag ik op vertrouwen. En dat is ook de enige reden waarom dat allemaal tot stand is gekomen eigenlijk. Want, ja mooi hoe je dat zo zegt en ook hoe je eruit komt voor, voor je geloof mm. dat, dat staat ook altijd boven in je vlog. Hè? dat het uh... Veet, inderdaad ja. ja 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 dat vind ik wel belangrijk ja en dat is echt wel um, een rode draad laat maar zeggen <coughs> uh, want ik, ik denk als het aan mij had gelegen dan misschien door de zenuwen of door de angst dat ik dit ook helemaal niet had gedaan ik denk, dan heb je misschien dingen uitgeschreven. En dan denk je van, ho, maar nu, ja. nu moet ik me kwetsbaar opstellen. Nee, laat me zitten. Mm -hmm. laat, me, laat iemand anders het maar doen. Maar ik denk van, ja, maar Tohan heeft mij wel hè, geholpen om helemaal hier binnen te komen. Dus dan is het niet zo dat hij dan op, opeens zegt van, succes ermee. Zoek het even <laughs> lekker uit in je eentje. Dus dan vertrouw ik weer van, ja, hij is een voorziener. Hij zal voorzien in wat ik nodig heb. Ja. Dus, um, ja, en net zo met mijn event bijvoorbeeld. Ja, uh, moet ik dan uit het niets opeens een event gaan organiseren? En hoe heet dat, ik dat evenement dat, dat je had georganiseerd? We are All Stars. Ja, dus waarbij ik een badmintonclinic uh, had gegeven en uh, uh, een badminton toernooi. konden mensen zich voor inschrijven. Dus dat was natuurlijk ook heel erg out of my comfort zone in de zin van ik had dat nog nooit gedaan. Maar badminton blijft natuurlijk wel mijn ding, dus in die zin was ik daar wel confident over. Maar organiseren, wat komt er allemaal bij kijken, cetera. Heel veel social contact, alsof allemaal heel veel contact met mensen ook natuurlijk. Van wie komt? Je gaat zich inschrijven, je gaat zich aanmelden. Wie is er beschikbaar? Maar ook niet te vergeten de deelnemers, maar ook het productionele gedeelte. Ruimte huren, zaal huren, logo maken. Eten verzorgen, eten, eten, eten. Promotie maken. Ja. Uh, foto's, uh, reels. Ja, die promotie maken heb je wel goed gedaan. Ik weet nog, bij hotel Jakarta pakte je, je telefoon. Uriel, kun je wat zeggen? Uh, Oké, okay. <laughs> ja. Uh, <laughs> dat vond ja. ik wel superleuk om te doen ook, hoor. Maar nee, dat, uh, dat heb je wel goed opgepakt. Ja, maar dat waren ook dingen voor mij van... het is allemaal nieuw voor mij. En nu nog steeds. Ik moet nog steeds uitzoeken van... oh ja, ik wil dit doen en ik wil dat doen, maar... Hoe ga ik dit inplannen en uh, wat komt er allemaal bij kijken? Oh ja, ik moet ook nog een vlog maken en ik moet ook nog dit doen. En Dus het is dus, ja, ik ben wel heel erg zoekende. Uh, maar ja, ik geloof wel dat het. Uh, uiteindelijk Je goed komt. Ja, ik geloof. Ja, sowieso. Anders dan. Uh, nee, dan kan ik dat echt niet doen allemaal. Ja, maar goed dat je zoekende bent. En uh, ik denk dat ook heel veel mensen zoekend zijn als ze zeg maar, zich niet kunnen uitdrukken. Hè? Dus op het moment als ze op de molukken zijn en bijvoorbeeld de taal niet kunnen spreken, dan uh, lijkt het me wel heel lastig. Maar daar hebben we eigenlijk een, een, een oplossing voor. Uh, we hebben een samenwerking met Totaal Molux, met uh, Jamie Schaduw. En Jamie heeft natuurlijk iets speciaals gemaakt uh, voor jou. Okay. Ik zeg, uh, laten we er naar gaan luisteren. Selamat pagi, Siang Kamalam, Bung uriau, deng Usigeo. Onze nationale Molukse beroemdheid, oftewel BMR. Ik ben Jamie Schaduw van Totaal Molux en met dit item willen wij Molukse woorden delen met jullie luisteraars. Vandaag gaat de podcast ongetwijfeld ook even over sport en specifiek badminton. We bespreken daarom kort een paar woorden over sport. Siap kasing siap, klaar of niet? We gaan beginnen. Satu. Bulu tankis. Betekent badminton. Dua. Mijn betekent spelen, of op zijn Malakxmales ook wel main. De i wordt vervangen door een e en je voegt een g toe aan het einde van het woord, dus main. Voeg je de naam van de sport aan toe, dan vorm je het werkwoord. Bijvoorbeeld main bulutankis of main bola. Badmintonnen of voetballen. Ditzelfde principe kun je ook toepassen op andere sporten. Dus main bola basket, basketballen. Of main tennis, tennissen. Tiga, Lapangan. Lapangan betekent een veld, dus bijvoorbeeld Lapangan volley, een volleybalveld. Ampa, Latihan. Latihan betekent training of oefening. Lima, Pertandingan of perlombaan. Dit betekent wedstrijd, waarbij één of meerdere spelers het tegen elkaar opnemen. Dus, zoals bij badminton of een voetbalwedstrijd. Gaat het over een race tussen één of meerdere personen die naast elkaar de strijd aangaan, als in een race tegen de klok, dan heb je het over een lomba. Bijvoorbeeld een Lomba Makan Papida, een Papida-eetwedstrijd. Zijn Pedicini Dolo, dat was hem weer. Veel succes daar en Djangloopa Makang. Dankjewel, Jamie Schaduw van Totaal Molux. Ja, dat heeft hij speciaal voor jou uh, gemaakt. Ja, superleuk. En ingesproken ook. Ja. <laughs> ik herkende wel wat woordjes inderdaad, bulutankies. La gaan trainen. Um, ja, ik ken dan ook gewoon wat woordjes gewoon, uh, die ik dan op de badmintonbaan uh, moest gebruiken als ik aan het trainen was. Of mulai, starten. Of uh, als je te langzaam beweegt op het veld, dan roepen ze tjepat. <laughs> of Larry, <laughs> je moet rennen. <laughs> Um, ja, dus ja, ik vind het uh, wel leuk ja, dat het zo wordt uh, besproken. Ja. Leuk ook, deze toevoegingen inderdaad. Ja, ja. Klaar ja. ja. allemaal ja. Wel. Oh, Dat komen wel bekend voor je. Ja. Alleen of dan de... niet met de Batman Tom, maar met de kloppers hoor. Ja. Ja. Dus of slipper. de sapoulidie zo. Ja. <laughs> ja, ja. Nee, het is zeker handig om uh, dat soort woordjes te, te weten. Want dan kan je gewoon een beetje vertellen over wat je doet of uh, wat je leuk vindt. Uh, ja. Dus dat, daar heb ik zelf ook wel wat aan toen we op de kampong waren en zo. Toen heb ik ook met mijn neefjes en nichtjes overgeslagen. En dan probeer ze dan toch wel een beetje uit te leggen van hoe ze een racket moeten vasthouden of zo. En ja, met een beetje een gebrekkig waleis van: uh, ja, kallo, bolla, die sini, backhand. <laughs> en dan weer Backhand, de, backhand. Ja, aan de andere kant, okay, <laughs> oh ja, in die forehand. Okay, oh ja, oké, okay. oké. Dus ja, dat is zeker leuk. Leuk, want je bent ook naar de opnames nog zelf teruggegaan, toch? Ja, klopt. Ja, want eigenlijk met de opnames dat was dat super kort. Ja, ja. Ja, je was mij s'avonds alweer op de boot of zo. Of niet? Wij, wij, oef, ik kan het eigenlijk niet meer precies herinneren. Maar we waren echt maar een dag, ja, minder denk ik wel. Hmm. Korter. Uh, echt op Latuhal hadden zelf. En toen moesten we daar, daarna, na het shooten, eigenlijk gewoon oh, ja. weer ja, door naar Banda. Ja. En van Banda weer terug naar Ambon om weer te shooten. Dus toen pas was het bij het standbeeld. En toen gingen we weer terug uh, ja, naar andere plekken. Uh, maar het was heel kort. Dus ik dacht van ja, nu ik toch in de buurt ben, uh, laat ik nu ook maar gewoon wat, uh, wat langer op Ambon verblijven. Dus dat was wel, uh, ja, was wel mooi. En je bent niet alleen gegaan. Nee, ook met August. ja. Die is mee geweest. Ja, ja. Uh, we wilden eigenlijk alleen naar Bali. Maar ik dacht ja, dan wil ik eigenlijk ook naar Ambon. Uh, en toen gaf hij aan dat hij dat ook wel... Uh, uh, mooi zou vinden om Ambon uh, te exploren. Dus uh, zodoende. En ja. hoe was dat? Heeft hij veel geëxplored uh, op Ambon? Uh, ja, we hebben veel uh, dingen gezien. Um, en ja, voor hem was het ook wel een beetje overwhelming misschien... met zoveel familie en zo. Dus dat was voor hem uh, een hele ervaring. Um, maar het was gewoon uh, een mooie tijd samen, ja. ja. Dus August heeft toch wel een stukje Maluku, heeft hij ook meegenomen, dan uh, lijkt mij, van daar. Ja, dat denk ik wel. En hij, hij weet ook uh, Beta en Ale en zo. Dus, dus ja, hij moest wel soms even schakelen en zo. Um, maar uh, ja, het was gewoon een mooie tijd. Leuk. En, en hoe staat nou met jullie dan? Want hè? dan gaan we toch allemaal een beetje als kijkers <laughs> denken van, nou, zijn ze nou meer dan vrienden? Wordt er nou een beetje geflirt? Ze <laughs> zijn hele goede vrienden. hele goede vrienden. We zijn goede vrienden. <laughs> ja. <laughs> geen, geen romance ontstaan? Uh, nee, wij um, nee, we zijn nu uh, ja, gewoon vrienden. Hij zit ook nu nog daar. Uh, we houden af en toe nog wel contact. Um, ja, oh, hij is nog daar. Ja, ja je hebt hem maar achtergelaten daar. daar. Ja. <laughs> ja, jij mag niet weer mee. <laughs> um, en nee, voor school zit hij nee. daar. Ja. Oh, leuk. Maar dan op Bali, echt? Uh, nee, uh, Sukabumi dus oh. op Java. Ja. Oh, mooi. Ja. Dus jij zit straks in de buurt, denk ik, of niet? Ja, ik, uh, hoe, ik weet even niet waar Sukabumi precies ligt. Op, uh, ik, uh, ik ben uh, een beetje Georgia area, daarom zou ik ook in solo zijn. Mm. Sobo, want daar komt mijn oma vandaan. Oké, okay. we gaan het zo opzoeken. Ja, <laughs> <Of je vindig lacht> zit. Kun zitten je augustus even gedag okay, zeggen. Ik ga een liefdesbriefje brengen. <laughs> Hey, maar, maar los van die liefde. Je hebt die liefde voor sport en je bent ook bezig met een evenement. Ik geloof zelfs een nieuwe evenement. Uh, nou ja, hetzelfde als wat ik dit jaar heb georganiseerd. Daar doe je op, toch? Ja, ja inderdaad, daar ja. doe ik op. Ja. Oh, ja, ja, ja. Ik ben niet cryptisch hoor. Maar, ik, <laughs> maar wat ik bedoelde zeggen is: je gaat in 2024. Uh, Weer een We are all stars. Ja, Organiseren. All stars. Organiseren. ja zeker. Ik heb wel een datum wel. <laughs> Wil je dat met ons delen of hou je dat voor ik je? Ik denk dat het wel uh, handig is, ja. Nou, Zaterdag uh, 15 juni. Ja. Kijk. Zelfde locatie in Zevenaar, zelfde sportal, de Herenmeten. Um, ja, ik hoop uh, dat mensen enthousiast zijn om, uh, om zich in te schrijven, om te komen kijken. Uh, het was best wel een groot succes uh, dit jaar. Uh, maar ik denk omdat het een nieuw event was. sommige mensen, oh ja, wat is dat nou precies en zo? En ze ja. moeten zelf actief participeren. Dat is Juist. natuurlijk ook spannend. Ja, ja. Precies, precies. Um, en sommige mensen die reageerden heel enthousiast, maar oh ja, alleen komen, ja, dan weet ik niet hoor of ik dat wel durf. Ik wil met de groep. Ja, precies. En ik zei, ik ook wil nog... alleen maar dubbelen. <laughs> ik was single, ik was single. <laughs> nee, maar dat uh, mensen toch wel ja, durven ook om gewoon. In te schrijven. Weet je, we zijn er allemaal uh, om te connecten om plezier te hebben. Dus uh, wees niet bang. Hè? Ook, al kom je alleen, er zijn zat mensen waarmee je echt wel uh, connecties uh, hebt en mee kunt praten. Mm, en van kunt leren ook. Er zijn heel veel uh, mensen die, uh, ja, die iets moois doen in hun beroep of uh, wat ze hebben meegemaakt en zo. Dus ja, dus je hoeft niet per se heel goed te kunnen badmintonnen om mee te doen. Absoluut niet. Nee, nee. Schrijf er gewoon in, zou ik zeggen, probeer het. Uh, Precies. In ja. Juni, 7 naar, bewegen maar. Oh ja, heel dat belangrijk. Je toen ja, ja dat is van een, een track ooit met uh, allemaal molukse artiesten toen zei iemand ja zeven naar bewegen maar toen dacht ik van oké okay, die ga ik wel onthouden Nu misschien dat ik die ooit kan gebruiken nou, hier was die ja bij excuse. deze inderdaad <laughs> ja die zal ik ook onthouden dan 15 juni dus uh, ja. ja ja 2024. ja, ja. ja mooi yes. en kunnen we nog iets van jou verwachten het komende jaar behalve het badminton evenement ja uh, nou, ik ben wel nog steeds gewoon bezig met het vloggen, uh, dus op mijn YouTube-kanaal in de gaten houden, zou ik zeggen. En ben waar ik... is dat YouTube-kanaal? Hoe heet het? Hoe heet het? Uh, Gil Mauliti. Ja, dus uh, als je mijn naam intikt, dan uh, kom je vanzelf wel op mijn kanaal terecht. Um, verder ben ik nog wel wat met projecten bezig, maar daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen. Wacht even, ik hoorde niet wat je zei. Kun je het herhalen? Welke projecten ben je aan het doen? Kun je niet misschien een tipje van de sluier geven? Um, zonder het verhaal weg te geven van het project dat je aan het doen bent. Ja, badminton. Badminton en um, connecten. Elkaar helpen, inspireren. Zodat we naar de ja, next level kunnen met z'n allen. Ja. Ja, mooi is dat. En waarom vind je het belangrijk dat wij naar die next level gaan? Doe jij ook dingen voor jezelf waarvan je vindt van... Hey, dit vind ik persoonlijk belangrijk in plaats van die... Over Koepen, uh, Molukse gemeenschap. Ja, wat doe jij voor Gail? Wat doe ik voor mijzelf? Yeah. Uh, ja, ik denk dat ik. Um... Ja, ga je dat uitleggen? Wat doe ik voor mezelf? Ik neem, ik neem wel uh, momenten dat ik uh, me time heb, dat ik inderdaad ga journalen. Um, ik vind dansen heel erg leuk, zingen. Dus dat doe ik dan wel uh, gewoon thuis. Um. Maar Rio is manager toch? Misschien kan Rio wat fixen. Hier <laughs> kunnen we sowieso wat van maken. Kleine auto's doen Gewoon een, en, een nieuwe artiest iedereen. toch? <laughs> sowieso, ik kan dansen hoor ik net. Hey, je, ik je, je brengt iedereen in beweging hè? als zij gaat zingen, hè? <laughs> uh -huh. iedereen gaat dansen. Zeven naar Bewegen maar. <laughs> Precies, zeven <laughs> naar Bewegen maar. maar we beginnen daar. Okay. Dat wordt de titel van een ja. nummer. <laughs> ja. <laughs> um, ja, wat doe ik nog meer voor mezelf? Ja, wat ik wel door heb, uh, zeker nadat alle afleveringen online zijn geweest en zo, soms is het wel een beetje overwhelming, moet ik eerlijk zeggen, omdat ja, toch wel veel mensen reageren erop. En dat krijg je dan allemaal te horen. Uh, wat ik super mooi vind, want ik waardeer dat soort berichten echt wel. Uh, maar soms komen er ook wel echt lappen teksten binnen. En ja, dat, soms is het wel zo van: wow, oh, daar moet ik wel echt even voor zitten. Uh, dus ik heb ook nog lang niet iedereen kunnen beantwoorden, et cetera. Dat probeer ik altijd wel te doen. Um, dus soms vind ik het wel belangrijk om even een momentje te nemen dat ik niet zoveel met mijn telefoon bezig ben. Uh, zeker, ja, de social media, hè, dat constant scrollen en. Um, ja merk je toch wel dat dat ook een hele afleiding kan zijn en soms word je daar een beetje ja een beetje overprikkeld misschien ja, wel. ja overprikkeld inderdaad ja. en dat je toch ja voor mezelf wil ik dan wel echt momenten kiezen waar ik uh, um, ja weer uh, focus op uh, mijn relatie met uh, toehan. Uh, omdat ik daar gewoon mijn kracht in vind uh, maar ja, uh, als je zoveel bezig bent met social media en YouTube en al die dingen, ja, dan merk je af en toe wel dat, dat dat een beetje te veel wordt soms. Dus dan moet ik wel even minderen met bepaalde dingen. Om gewoon die focus uh, te krijgen. Toehan is God overigens. voor degene oh, die helemaal geen Malawi hmm. spreken. <laughs> maar ik ben me nu dat we dit woord al een paar keer hebben laten vallen. Dus ik okay. neem hem even mee. Ja. Ja. Dan kun je de podcast opnieuw beluisteren en dan begrijp je beter wat, wat we zeggen. Nee, dus dat vind ik wel belangrijk om uh, uh, ja, daar aandacht aan te besteden, Nee, ja. Nee, supermooi. En ik, uh, het mooiste vond ik vooral uh, op LinkedIn. Hè, zag ik een ja. foto van allemaal uh, Molukse tantes die in een uh, halve kringetje gingen zitten. En die hadden de afleveringen van Geboeid uh, gezien. En die hadden jou daar ook in getagd. En dat vond ik wel interessant dat zo'n tweede generatie, uh, vooral dames ook, hè, dan jou dan daar zien. En ik denk ook heel veel jongere meiden, misschien een jonge derde generatie of vierde generatie, die toch jou als rolmodel zien en als voorbeeld. En dat is compleet terecht ook. Als we kijken naar wat jij hebt losgemaakt in die documentaire. En, um... Ja, vooral dat mensen ook iemand zien die op ze lijkt. Precies. En dat ze niet alleen zijn in dat verhaal. Ja. En in wat je kan voelen rondom intergenerationeel trauma. Ja. En de zoektocht naar waar kom ik vandaan. Ja, ja ik vond het ook wel echt mooi dat, dat ik dat terug kon lezen in de berichten die mensen mij stuurden en zo. Dan denk je toch wel van, ja, dat is wel mooi dat, dat het uh, herkenning geeft. En sommigen zeiden ook van, oh ja, ik heb nu echt een uh, gesprek gehad uh, met uh, mijn vader of mijn moeder. Uh, dan denk je wel van, ja, dat is wel mooi dat het er dan uit... Uh, Vloeit. Ja, ja belangrijk. zeker. Zeker belangrijk, ja. Ja, je bent echt, uh, hoe zeg je dat? Uh, je hebt echt wel een soort pad uh, ja, uh, vrijgemaakt voor heel veel mensen. Ook om, om, om op een andere manier te denken, maar ook om je emoties te tonen. Mm. Ik denk dat, uh, ja, af en ja. toe maakte ik wel grapjes van, ja, oké, okay, eerste aflevering ben je aan het huilen. Maar ik niet meen... alleen. Nee, jij, nee niet alleen. Maar, niet... <laughs> <laughs> maar het, was, het was ook zeg maar, ik, ik meen het echt, ik vond het zo vet om. Dat te zien, jouw gezicht. En dan inderdaad. Mm. Dat je zo geraakt was en mm. ook zo uit balans. Mm. Uh, maar toch wel zegt waar het op staat, dat vond ik echt fantastisch. Ik heb daar ook nog wel een laatste vraag hè. over. Het, er zijn natuurlijk best wel tranen gevloeid. Ja. Hoe voel je je daarbij dat dat? Want het is misschien ook een keuze geweest in de edit. Dat zij dat pakken. Oh, ja, nou, ja. Klopt. dat klopt. Het is natuurlijk ja. een beetje ook de sensatiemomenten voor mm. tv, het uitgroten mm. van emotie. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik vond waren. dat heel spannend, omdat ja. Ik, ja, je stelt je toch wel heel kwetsbaar op. En uh, ik denk dat dat ook wel een dingetje is in onze gemeenschap misschien wel. Van hè, jouw emotie tonen, dat kan eigenlijk niet. Of dat kan niet altijd. Mm -hmm. Of uh, waarom, waarom ga je huilen? Ja. ja. Kan je niet wat sterker zijn? Oh, ja. en dat, dat heb ik wel eens gehoord. Zo, natuurlijk. die is helemaal uh, ja, hard. Ja. En dan ga ik lopen janken op tv. <laughs> Weet je wel. Um, maar inderdaad, ja, misschien, ja ik weet niet. Ik, ik kon die emotie echt niet tegenhouden. Dat was gewoon, dat kwam gewoon naar voren. En um, maar ik merkte toch wel dat andere mensen daar toch wel op een bepaalde manier soms naar kijken. Misschien is dat de oudere generatie vooral. Omdat zij toch wel streng zijn opgevoed. En uh, ja, je houdt je emotie gewoon in, want je moet door en je moet uh, overleven. En uh, ja, wij zijn daar misschien anders in opgegroeid, van er is ruimte voor jouw emotie. Precies. Het is oké okay als je moet huilen. En ik denk dat heel veel uh, mensen dat niet hebben gehoord. En dat ze denken dat het je zwak maakt. Uh, wat natuurlijk niet zo is. Ik denk juist ook wel dat er kracht zit in uh, je emotie uh, kunnen tonen en je kwetsbaar kunnen opstellen. Want ik denk dat als je dat niet doet, dan hou je dus heel vaak wel uh, een bepaalde muur voor je. En kun je bepaalde dingen ook niet veranderen, want jij laat die kwetsbaarheid niet toe. Je kunt niet over bepaalde dingen praten als je elke keer die muur uh, hoog houdt. Plus als jij je emoties gaat onderdrukken, vroeg of laat gaat het toch ergens. Dan komt naar boven het er op een andere manier uit. Ja. 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 ja, inderdaad. En sommige mensen die, ja, weet ik veel, die, ga, die zoeken hun uitvlucht bij drinken, bij roken, bij uh, overmatig uitgaan of whatever. Uh, maar het kan ook fysiek zijn. Hè, ja, je, ziek ziek in, je wordt ziek ja. Ja, Je krijgt uh, last van je darmen. of je krijgt last van, van je, nek, je rug ja. of je nek. Uh, omdat je gewoon die emotie. het moet uit je systeem. Maar als jij constant maar blijft onderdrukken. ja. het gaat er op een gegeven moment. of burn-out, weet je al dat soort dingen. Dus, um, en wat het, ja. was de grootste emotie? Was dat. dat je weer was het gemis? Was het het verdriet? Uh, toen we daar aankwamen? Ja. Uh, het meer... Het, uh, blij. blij. Meer blij. blij te vreugde. Ja, gewoon ja. echt wel vreugde van uh, na zo'n lange tijd weer thuiskomen. En dat bedacht ik me laatst ook wel. Van misschien was het ook een beetje ontlading van mij. In de zin van... Ja, omdat ik toch dat heb geschreven. Dat ik die visie had. Uh, op papier heb gekregen. En dat het werkelijkheid is geworden. Ik stond daar echt. Terwijl het eerst... Nou, want er is, denk ik, drie jaar overheen gegaan. Hè, voordat dit gebeurde, uh, dat ik toch heb blijven vasthouden. En geloven: van nee, dit, dit gaat gebeuren. Ik zie dit voor me en het komt goed. Ik weet misschien niet precies hoe en wanneer, maar vertrouwen houden. En ja, toen we daar waren, toen misschien was dat ook wel die ontlading van uh, dat het uh, werkelijkheid is geworden. Ja. Mooi, mooie climax. Mooie afsluiting voor vandaag. Vind ik ook. Fantastisch. Hartstikke bedankt, Keel. Jullie ook bedankt. Dank je wel dat je open was en dat je een stukje van jezelf hebt gedeeld vandaag. Ja. En uh, voor de luisteraar, uh, ja, ja, bedankt voor het luisteren, niet te vergeten. Uh, zeg je van, hé, hey, ik wil Molukse takje supporten. Ga naar de Instagram. Klik op de link in bio. Dan kan je een donatie doen. Dan kunnen we de podcast uh, ja, verder improven. En uh, dan kan je ook eigenlijk zeggen van, hé, hey, dit is een podcast niet alleen maar voor de gemeenschap, maar ook door de gemeenschap. Dus uh, ja, bedankt voor het luisteren. Doei doei. Amato.